Het publiek wacht, maar de artiesten van Compagnie de Paso klimmen alvast in hun stellage. De Zuid-Amerikaanse artiesten komen met een trapeze-show die anders is. The main use of the trapeze is not the acrobatic, but it's a place to be. De artiesten vertellen geen concreet verhaal, maar wie goed kijkt ziet eenzaamheid, verlangen, saamhorigheid en liefde. Een soort of a voyage along the experiences of human beings. Den Bosch is de laatste plaats die de compagnie tijdens deze tour aandoet. Ze gaan weer naar huis. On the other hand, you being on tour is such an amazing thing, and it's full of experiences and new things, and we love what we do and we love the show. So ik moet zeggen dat ik wat meer spektakel had verwacht. Ik vond het wel knap wat ze deden. Het is natuurlijk, ze zijn wel een volgens mij bijna een uur lang in die trapeze aan het hangen, dus het vergt wel heel veel kracht. Maar ik moest wel mijn aandacht erbij houden. En het was een beetje anders dan ik. Ja, van Cirque du Soleil of Cirque Plume of dat soort dingen. Maar ja, het had iets dromerigs voor mij. Proost. Hulde, gefeliciteerd. Ja, 25 jaar geleden stond ik hier met de steile wand op de parade. Het heette toen de Boulevard of Broken Dreams. En dat was een gehucht. Het gehucht Boulevard of Broken Dreams. Vandaag de dag is het een metropool. Het is een hele grote theaterstad en het heet de Boulevard. Het zag er een beetje triest uit gisteren op het Festivalplein. Een aantal bezoekers liet zich wegjagen door het slechte weer. Maar voor genoeg theaterliefhebbers ging het feest gewoon door. Ik ben heel blij dat het regent. Het nadeel is dat er weinig bezoekers zijn. Het voordeel is dat de bezoekers die er zijn graag de caravan ingaan. Het is heel eventjes dweilen met de kraan open, maar verder blijven de mensen wel komen. Ook de tent van theatergroep Haibai is ondanks de regen snel gevuld. In de voorstelling De Monoloog van de Majorette gaat een 32-jarige majorette op zoek naar nieuwe leden, nadat haar vereniging is leeggelopen. Ja, ik ben eigenlijk heel brutaal geweest. Ik heb inschrijfformulieren bij me. Dus als u ze een beetje door naar achteren zou willen geven. Het is wel zo dat ik soms echt inschrijfformulieren krijg. Er was zelfs één meisje wiens moeder naar mij toe kwam en die zei: wil jij alsjeblieft vertellen dat het niet echt is? En die moest ik echt gaan uitleggen dat het theater was, want die dacht echt dat ze volgende week met mij kon meetrainen. Ja, nou, dit is mijn cocon. Ik heb er al één, dus voor de ander ben ik nog aan het sparen. Maar dan komt het sponsorgeld dus goed van pas. Met de act ben ik wel uitgegaan van twee pompoenen. Dus als u denkt, wat doet ze met de andere arm, dan moet u zelf even denken dat er daar ook één in zit. Ik denk dat deze voorstelling speciaal maakt, is dat het vrij laagdrempelig is. Dus je kan er met kinderen heen, je kan er met volwassenen komen en voor ouderen is het ook leuk. En iedereen herkent zich er weer op een andere manier in. En lijkt mij heel leuk als u achter mij aanmarcheert. Afgelopen dagen stonden we met de spreekbuis bij het theaterfestival Boulevard in 's-Hertogenbosch. Aan de bezoekers vroegen we: theaterfestival Boulevard mag je niet missen, omdat... Het is heel gezellig en je kunt er hele leuke dingen zien. Niet alles is wat het lijkt dat het is. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Je hele leuke act ziet waar je niets van begrijpt, je je aangenaam laat verrassen en bovenal een fantastische dag hebt. Dat het heel eigen tijd is. En het is van deze tijd. Het is van deze tijd. Het geweldig, uniek, lekker Brabants is, lekker gek, perfecte afsluiting van je vakantie. Dus ik zou zeggen, je mag het echt niet missen. Wij het heel gezellig vinden, hè? Of niet, Kiki? En daarom gaat Kiki een liedje zingen. In de maneschijn, in de maneschijn. Klommen ze op het trapje naar een raamkozijn. Bezoek omroepbrabant.nl/evenementen voor alle videofragmenten.